Het finale advies in de kwestie rond de bouw van de nieuwe vergaderzaal van de Nationale Assemblée wordt binnenkort gegeven door deskundigen. Dit vertelde minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren aan journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman zegt dat zijn collega van openbare werken bezig is met de implementatie van adviezen die eerder zijn gegeven. Nou, het rapport is binnengekomen en op het ogenblik is mijn collega van openbare werken bezig om de zaak in elk geval te implementeren. Wat er aan de hand is, ze hebben een streng rapport geschreven waar ze terugvallen op een aantal uitgangspunten. Ze hebben gezegd, oké, jullie hebben gekozen toch te bouwen daar, dat is goed. We gaan daarover geen discussie hebben. Er zijn twee kleine, het gebouw moet een beetje zakken in verdieping, zodat het in de omgeving aanvaardbaar. En daarover zitten ze te praten met de architect en er komt de oplossing, zodat we in staat zullen zijn gauw weer op te starten. De bouw van de nieuwe vergaderzaal leidde eerder tot verhitte discussies in het parlement. Aanleiding was de vrees dat Suriname van de UNESCO werelderfgoedlijst gehaald zou worden als de bouwwerkzaamheden niet volgens de richtlijnen van de organisatie zouden geschieden.